Welkom bij Replace Direct. We gaan je vandaag laten zien hoe je de digitizer van een Samsung Galaxy Ace kunt vervangen. Hiervoor heb je nodig een kruiskopschroevendraaier, een dental pick, een plastic tool en natuurlijk een nieuwe digitizer. Haal de backcover los en haal de batterij eruit. Draai 7 schroeven los. Haal het backframe los. Haal de connectoren van de knoppen los. Haal de moederbordkabel los en haal het moederbord los. Maak de digitizerkabel los. Wrik met de plastic tool de digitizer los van het scherm. Maak het scherm goed schoon. Doe de digitizerkabel door het gleufje en plak de digitizer vast. Klik de digitizerkabel vast. Plaats de kabel van het moederbord en het moederbord terug en klik de connectoren weer vast. Klik het backframe vast. Draai de 7 schroeven weer vast. Plaats de batterij en backcover terug. En nu kun je de telefoon testen. Bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Kijk voor accessoires en onderdelen op de website www.replacedirect.nl.